Het kabinet gaat extra geld uittrekken voor Defensie. Het zou gaan om honderden miljoenen euro's op jaarbasis. Goed initiatief. Maar om onze krijgsmacht echt op orde te krijgen... is volgens kenners minimaal 1 miljard euro nodig per jaar wel te verstaan. Dat geld is er wel, maar de PvdA ligt dwars. Het is echt een overheidstaak nummer 1 om werk te maken van veiligheid en Defensie. Dus echt structureel stevig geld erbij. Dan zegt de VVD, nou graag, dan krijgen ze 375 miljoen naar verluid. En dan zegt de PvdA, ja, maar dan willen wij dat geld ook voor een andere leuke hobby. Dan denk ik, ze nemen het niet helemaal serieus wat er aan de hand is in de wereld. Er zijn allerlei wensen natuurlijk die ook... Ja, maar laten we eerst even de veiligheid doen en daarna lekker even ontwikkelingshulp en andere onzin. Wat ons inzet ook steeds is geweest, is zeggen van veiligheid moet voorop staan. Die leuke dingen van de Partij van de Arbeid, die kennen we. Dat wordt dan weer geld verspillen, dat wordt dan weer geld weggooien in een bodemloze put. Dus daar zitten we helemaal niet op te wachten. Als je vrede wil, dan moet je bereid zijn om oorlog te voeren. Ja, maar je kunt toch wel die linkse types die denken dat als je alle legers weghaalt, dat er dan geen oorlog meer komt? Ja, dat is een tragisch misverstand. Dat is een enorme naïviteit. Als jij tegenover IS staat, dan sta je tegenover puur kwaad. En dan helpt geen waterput slaan, dan helpt geen ontwikkelingsproject. Bloemen gooien? Ik denk dat dat weinig helpt. Het lijkt een spel in Den Haag te worden over wie wat krijgt. Het zou moeten gaan over de veiligheid, ben ik met u eens. Dus ik zou zeggen, tel het bij elkaar op. Dan heb je in ieder geval 750 miljoen. Dat zou een heel mooi bedrag zijn. Ja, Dominique, dit is toch eigenlijk gewoon hoe het werkt? Dat, dit is koehandel. Dus, VVD het kabinet, wil iets, PvdA wil iets. Nee, het kabinet had meevallers. Ieder had 375 miljoen te besteden. In principe zou Defensie een end komen met 750 miljoen. Maar de Partij van de Arbeid wil het voor een andere hobby uitgeven. 50 miljoen bijvoorbeeld voor de lokale economie in Afrika. Ja, maar jongens, we worden toch bestuurd door een stelletje gekken. Ja. Ze zijn miljarden aan het verbranden met de Vira. De JSF kon maar niet van de grond. Miljarden kost het. Ambtenaren, politici. Geen beslissing wordt genomen. De EU. Euro. En ze hebben een probleem over 1 miljard. Meer of minder. Voor onze eigen veiligheid. Zijn die mensen gek geworden? Die zijn gek geworden. Die zijn totaal gestoord geworden, meneer de voorzitter. Zakkenvullers, zeggen we dan. Nee, dat is iets anders. Oh. Het is gewoon domheid. En die domheid zit ook een stuk kwaadaardigheid in. Ja. Hij is boos. We gaan even boos. Een leuk shirt, Thierry. Hè? Naar jou weer. Want Thierry die loopt al weken aan onze kop te zeuren. Jongens, ik moet een boekenrubriek. Nee, nee, nee. En nog eens nee is dan ons antwoord. Tot vanavond. Want Thierry Baudet heeft het voor elkaar. Dames en heren, licht uit. Spot aan voor Baudets boekenhoekje. Met deze week Minderheid in eigen land van Martin Bosma. Thierry, de camera is voor jou. Linkse... Let op, je hebt maar een minuut. Linkse mensen, linkse politici, journalisten... die zijn altijd bezig met het redden van de onderdrukten. Het opkomen, het beschermen van de kansarmen. En Bosma, Martin Bosma, die stelt dat het eigenlijk helemaal niet gaat... om het beschermen van specifieke mensen. Want die verontwaardiging die is heel selectief, zegt hij. En het gaat ze eigenlijk, stelt hij, om het ondermijnen... van het Westen. En om dat standpunt te bewijzen neemt hij een case study, namelijk Zuid-Amerika. Zuid-Afrika. Nog 20 seconden, Thierry. En de geschiedenis van de apartheid, de afschaffing van de apartheid. En wat hij laat zien is dat de anti-apartheidslobby eigenlijk totaal blind is voor de misdaden die in naam van de ANC zijn gepleegd. En ook blind is voor de misdaden die na de afschaffing van Vijf, de apartheid vier, tegen de blanken zijn gedreven. Drie, dus het is eigenlijk twee, een case study één, voor wat de eigenlijke motieven zijn. Thierry, dankjewel. Echt een beetje... Het is wel een beetje flauw natuurlijk. Eigenlijk. Jongens, even nou bij jou. Je hebt je momentje nou gehad, Thierry. Dit wilde jij heel graag, dus die heb je dan gehad. Nu even stil, want... Want over andere dingen hebben we namelijk over voetballen en wel over Sepp Blatter en het steeds groter wordende corruptieschandaal rondom de FIFA. Een overzicht van de afgelopen dagen. In opdracht van de Amerikaanse justitie werden de 7 vanmorgen vroeg van hun bed gelicht in Zurich. Een gemakkelijke klus, omdat ze allemaal naar Zwitserland zijn gekomen voor het congres van de FIFA. This really is the World Cup of fraud. And today we are issuing FIFA a red card. And the work will continue. Until all of the corruption is uncovered and a message is sent around the world that this conduct will not be tolerated.
Ja, dit is nogal niet wat. Leven Amerika. Amerika. Lang leven Amerika. Eindelijk, wij lopen in Europa alleen maar te zeiken en te zeuren over de FIFA. Alles is corrupt, niks is goed. De kranten staan vol. Politici blaren de een na de ander voor de camera, politiek correct. En Amerika haalt de kolen weer. Maar waarom mag er nou nooit meer iets corrupt zijn eigenlijk? Nou, ach, weet je... Dat is een vraag toch gewoon ook eens iets corrupt? Laten we wel wezen. Het is al langer bekend dat het één grote corrupte ellende is. En wat Erik zegt, daar heeft hij volkomen gelijk in. Bedoel, Europa is toch de bakermat van het voetbal. Ja. Die doet niks, die kijkt toe. Ja. En Amerika haalt hier de kolen uit het vuur en start gewoon een onderzoek en ligt gewoon die jongens van hun bed op. Ja. Dat is overigens niet de eerste keer. Ik bedoel, dat was bij het wielrennen natuurlijk idem dito. Niemand deed wat met dat hele doping. Lance Armstrong, de Amerikanen. Maar Lance Armstrong werd uitgehaald door de Amerikanen. Eens. En wat je nu, wat ik nu wel heel erg interessant vind, is dat hele krachtenveld wat er op gang aan het komen is. Want dat gebeurde bij Armstrong ook. Armstrong was in binnen een paar dagen was hij al zijn belangrijke sponsors kwijt. Nike, Oakley, noem maar op. En je ziet dat die adverteerders rondom die hele FIFA, dus dan heb je het over de grote jongens rondom het WK voetbal, die zijn zich nu ook aan het roeren. En ik denk dat de enige manier is om Blatter ook daadwerkelijk... Die man, nee maar luister. Ja, maar Platini, kijk Platini. Luister, als er bij jou in het bedrijf 9 man door de politie worden opgehaald. Ja. Want die worden allemaal beschuldigd van omkoping. Zal ook wel eens gebeurd zijn, Erik. Dan ben jij verantwoordelijk. En dan weet ik er ook vanaf. En je bent als FIFA is in dit geval is gewoon een criminele organisatie. Ik ben het met je eens. En Blatter is de leider van een criminele organisatie. En die man die moet verdwijnen. Daar ben ik helemaal mee eens. Maar er is wel Platini, de voorzitter van de UEFA, heeft eigenlijk 10, 15 jaar lang langs deze man geleefd. Ja. En eigenlijk zich nooit uitgesproken. Ja. Nu wordt Blatter zwak. En nu begint hij zich echt te roeren en begint te dreigen. Ik vind Platini ook geen logische opvolger. Ik vind Platini ook een zwakkeling. Nou, wat ik nog heel grappig vind, is dat die Van Praag... die heeft zich vorige week teruggetrokken, terwijl die juist nu enorme kans zou hebben. Ja, maar Van Praag heeft wel moedig een deurtje geopend. Wacht, daar heeft Dominique gelijk in. Want als Van Praag zou aanhouden en hij zou nu tweede geworden zijn... En dit was uitgekomen, dan had hij doorgeschoven. Dan was hij het goed. Nu krijgen we de Jordaanese prins. Hey. Die is ook niet verkeerd. De Jordaanese prins zal lekker goed zijn. Die is goed. Over corruptie. Die is niet corrupt. Ik steek mijn hand voor hem in het vuur.